Ja, Ramon, je bent weer terug in de basis en je scoort meteen. Hoe voelt dat? Ja, yeah, finally. I didn't score yet until this game in Eredivisie. So it's my first goal. And yeah, it's very nice. And for the game it was really good for us to get that goal. Yeah, it feels good. Yeah. En voor je persoonlijk ook een beetje een soort van bevrijding? Ja, yeah, I didn't play in a month actually. So yeah, last game I had a couple of minutes, but not really from the start. So yeah, it was nice to be in the starting lineup to help the team again. Beschrijf het doelpunt dus. I don't remember. Yeah, the ball came from the left. I looked over my shoulder. I saw it was free space, so I let it go. And then I tried to shoot through his legs. And yeah, luckily it went in. Yeah. Maar het was een goed geplaatst schot, want hij ging perfect in de hoek. Yeah, normally if you go to the right and he tries to cover, you can shoot in between the legs, then it's always difficult for the keeper. So yeah, it was nice. Ja, dan is het 1-0, dan blijft het ook bij rust 1-0. Maar eigenlijk hadden jullie nog wel een doelpunt meer kunnen maken. Je had nog een kopbal, zag ik. Ook een goede geplaatste kopbal. Dus ja, jullie hebben wel kansen gehad. Yeah, we created good chances. But still, 1-0 was good in halftime. We could have scored one more. But we came into the second half met een goede gevoel. Yeah. And then we scored a goal almost directly. So yeah, then it kept on going. It felt good.